beperking. Want het is eigenlijk een lampje dat zegt, jij moet stoppen. Maar het verschaft na dat lampje heel veel vrijheid. Mensen die elkaar namelijk niet doodrijden. Vrijdenken en vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief voor belediging. Ik moet je zeggen, echte vrijdenkers zijn er niet om uit om anderen te beledigen. Dat is in strijd met elkaar. Maar vrijheid van meningsuiting ontaart vaak als een excuusbrief voor ernstige kwetsuren die je anderen ongestraft kan aanbrengen. Ik heb de neiging om te zeggen dat ik al dat gezeik gelul vind op basis van dat we allemaal ergens een beetje geboeid zijn en allemaal eens een beetje gepest zijn. In mijn jeugd kreeg je dan nog een klap voor je hartjes van je vader als je niet meehielp of werkte. En dat is een ding wat je ook weer gevormd heeft. Je ziet heel veel de cabaretier, je mag niks meer zeggen in dit land. Ik vind het de allersaaiste take. Cabaretier heeft gewoon 40, 50 jaar op het podium gestaan en werd gewoon geapplaudisseerd of niet. En dat was het. Je kan niet als cisgender hetero comedian witte man grapjes maken over zwarte queer of trans personen. Dat is niet jouw plek, want het zijn onderdrukte groepen. En nu heeft iedereen een stem door social media, omdat er eindelijk meer platform is in mainstream media. En krijg je gewoon op je laser.